Ja, in Almere is vandaag de officiële opening van de Floriade. Nou, daar zijn wij natuurlijk live bij. Op de tuinbouwtentoonstelling kun je verschillende paviljoens bezoeken, waar landen nog meer hun cultuur en natuurlijk de planten en de bloemen laten zien. China heeft ook een tuin aangelegd en daar is verslaggever Gerard van Oma. Gerard, hoe ziet het eruit, de Chinese tuin? Ja, onvoorstelbaar moet ik zeggen. Want wat was het geval? Wij waren hier zondag en toen liepen hier 35 mensen rond en die waren heel hard aan het bouwen, want er was eigenlijk nog bijna niks. En nu, ja, ik sta hier voor de ingang, de Chinese Bamboo Garden wordt het genoemd. Daarvoor allemaal mooie rode tulpen. En als je dan zeg maar de hoofdingang pakt, als je dan omhoog kijkt, kom je onder een boog door van alleen maar bamboe. En de grap is, wat ik heb begrepen, ik heb het niet gezien, ik was er niet bij. Maar het schijnt dat ze dat dan buigen, dat er zo'n mooie ronde boog inkomt, door het onder het vuur of boven het vuur te houden, waardoor het buigzamer wordt. Nou, en dan kom je, als je daar onderdoor gelopen bent, op een plek, dat is een oase van rust ineens. Dat is echt fantastisch. Een grote vijver ligt er. En daar ligt ook iets in wat dat precies is. Ik heb geen idee. In ieder geval water. Maar dat lijkt een beetje op lei wat je op een dak hebt van een huis. Ik weet ook niet precies wat dat voorstelt. Er zijn hier geen mensen nog op dit moment. Dat is ook wel heel bijzonder. Maar de grap is dat China zich heel erg gericht heeft op de functie van bamboe. En nou ja, wat je dus met natuurlijke producten kan doen en kan maken, kan bouwen. En dan zie je die tuin met allemaal gele, rode, paarse bloemen. Ik moet dan oppassen dat ik niet stilval. Hè, want dat is wat de natuur vaak met je doet. Dat verstilt eigenlijk. En de gekkigheid is dat we hier de afgelopen dagen zijn geweest en het was een chaos aan bouwwagens en materialen, kranen. Noem maar op. En dat is allemaal weg inmiddels. Of bijna allemaal weg. Misschien, ja, dan lopen we even terug. Misschien kunnen we dat even laten zien, toch? Als we teruglopen, want er wordt nog wel gewerkt hier en daar. Maar het zijn vooral machines. We komen onder die prachtige boog door, ja, dat klopt. Mm-hmm. En heel veel machines die eigenlijk bezig zijn met schoonmaken. Oh. Ik loop hier nu over een stoep en dan zie je dat het hier helemaal schoon is geworden. Op de achtergrond is nog wel een kraan, maar er wordt rotzooi nog weggereden en opgeruimd. En rechts van mij staat iemand met een grasmaaier het gras te maaien. Dus er is nu activiteit waarbij je denkt, hey, we worden langzaam maar zeker wakker hier op de Floriade. En we bereiden ons voor op een hele geinige, leuke dag. Want ja, dat is toch wel een leuke dag ook, hè? Ja, tuurlijk. De koning komt speciaal naar Almere om het hier te openen. Is het misschien ook wel leuk, even kijken bij die. Ja, misschien mag hij wel niks zeggen. Maar staat een meneer met een schop. De laatste ik weet niet of jullie het kunnen horen. Ja. Ik hoor hem. Ja, de stoep te schrapen. Oh. Het is natuurlijk een tuinbouwtentoonstelling. Het is aarde. Ja. En dat zit allemaal aan de grond. Oh ja. En dan moet er af. Ja, hij is er maar druk mee. Mag ik even vragen? Lukt het? Nou. Moeizaam. Was u er al vroeg bij vanmorgen? 3 uur. Pardon? 3 uur. 3 uur, dus je bent vanaf 3 uur nu echt bezig om op te ruimen? Ja. Schoon te maken? Ja, dat klopt. Bent u ook zo verbaasd? Ja. Ja, dat het zo gelukt is, hè? Gisteren dacht ik, nou, dat komt niet goed. Nee. Maar dit is echt een metamorfose. Het is zwaar werk ook, hè? Ja. Nou, succes nog, hè? Ja. Goed. Er wordt dus... Wow! Meteen even gauw weg. Het is als een bord wat... Met je op je nagels op een bord loopt kriebelen. Hij gaat gewoon wel lekker verder. Zeg je dat even, die Chinese tuin, is die groot? Ja, die is heel groot. Oh. We lopen er nu bijna op de helft. Het is het is omgeven door bamboe. Mm-hmm. En ook natuurlijke bamboe. En ja, afgelopen zondag stond er dus nog niks. Ongelooflijk. Er waren iets van, nou, ik heb 35 Chinese mensen geteld. Althans met de Chinese uitloop, want ja, ik heb ze niet gesproken. Nee. Maar die hebben zich een bak werk verricht. Het is onvoorstelbaar. En in die zin moet ik eigenlijk zeggen, staat het ook wel even symbool voor waarschijnlijk een groot deel van de plekjes hier op de Floriade. Want er is echt heel hard gewerkt.
En nou, volgens mij kunnen de meesten wel blij zijn, want het ziet er echt prachtig uit. Maar je zegt het is groot, die tuin, die Chinese tuin. Maar hoe groot is groot? Ja, vierkante meter zegt mensen nooit zoveel. Maar hoeveel voetbalvelden groot zou je dat kunnen uitdrukken? Ja, dan denk ik dat het wel 1,5 à 2 voetbalvelden groot is. Oké. Ja. Ja. Ik denk dat je het in een dag ook niet... Heb je dan niet, een beeld? Nou ja, ik denk als je alle paviljoens bij elkaar gaat optellen van de verschillende landen... en als ze allemaal zo groot zijn, ja, dan red je het ook niet in één dag om daar alles te kunnen zien, denk ik, hè? Nee. Oh nee, forget it. Wij lopen ons al te pletter. Ja. En de grap is, wij hebben dus ook nog van die golfkarretjes op batterijen. Oh, wat chique. Dus we worden ook nog gematst, maar het is echt de afstanden hier die onderschat je enorm. Juist. Zeg je dat jij loopt daar de hele grap is dag wel, ik zie dat nu. Ja, jij ziet van alles. Ja. Nee, maar doe ook zo'n seizoenspas, dan kan ik een keer terugkomen. Hey, jij loopt daar de hele dag rond, Gerard. En straks dan ga je met de directeur praten. Ik hoop niet dat hij al om 3 uur op was vannacht. Ach. Ik ga het hem vragen. Ik weet wel, want we wilden hem eigenlijk nu al spreken. Maar dat kon al niet. Want hij zit in allerlei besprekingen. Dingen nakijken. Dus hopen dat het lukt. Maar het komt vast goed. Zeker. Wij spreken jou straks weer, Gerard. Dankjewel.